Hey jongens, ik ben weer Dennis, aka Denske. En vandaag heb ik voor jullie nog wat Call of the Black Ops 2 gameplay. En het is vandaag episode 17 volgens mij van Live Party Games. En het is op Gun Game. Het is op de map Standoff. En bij het begin is het altijd belangrijk dat we zo snel mogelijk van al die kutpistols afgaan. Dus dat is eigenlijk wat we gaan proberen. Want die betere weer van net nou. Dan die kap 40 van nu. En dit ding, nou de execution. Als je daar vanaf bent, dan komt het meestal wel goed. Want dit zijn de slechtste dingen in het spel. Ook al is dit ding echt van dichtbij soms net een shotgun. Alleen als ik dat ding wil gebruiken, dan krijg ik meestal mensen niet dood. De andere mensen maar wel. Alleen ja, dit is natuurlijk in de rug. Dus dan heb je ze gelijk. Maar hey, spawn er nou net iemand in dat hoekje. Kom eens hier. Kom dan. Haha! Je ziet al me nog bijna met dat ding. Ik heb een fucking shotgun. Dat ding van mij, dat schiet automatisch. En nu van hem, dat is gewoon een kutpistooltje. En dat ding was er nog bijna sterker ook. Maar in ieder geval, we gaan proberen dit te winnen. Het zal waarschijnlijk niet echt een lange video zijn. Dat is meestal niet echt met Gun Game natuurlijk. Maar zoals ik heb straks ook al in die video van net gezegd. Dat was die stadsvideo. Ah, klootzak. Dat was die stadsvideo van, had ik beloofd dat ik nog wat zou uploaden. En ik heb eigenlijk niet heel veel tijd meer. Dat is de enige tijd die ik nou nog heb. Probeer ik even snel dit te maken. Dit is vrij kort, dus dan kan ik ook snel editen en uploaden. En dan hoop ik dat dat nog vandaag online komt. Dus laten we allemaal duimen. En er loopt iemand in, dus dat is niet zo gunstig. Ik wil wel winnen. Oh, die kerel die had... Nee, hij is niet dood. Lol. Wat schiet ik op? Ik schiet echt een meter mis. Hij zit achter die bus. Komt tevoorschijn, ja, rat. Oh, hij zit er helemaal niet meer. Dat was gewoon oud. Soms is dat zo irritant, hè. Dan klopt die UV niet meer. Dan denk je echt van, er zit iemand. En dan kijk je en dan is dat niet meer. En de spawns zijn unreal. Heel even wachten tot hij daar komt. Want met dit wapen kun je niet heel veel. Je kunt niet echt mensen challengen. Vooral niet met de PlayStation 4 controller. Want dan kun je snel schieten. Hoppakee. Waarschijnlijk spant er nou daar eentje. Ik heb echt een lege live machine in het spel. Je bent zo enorm traag met die dingen, maar... Oh ja, wacht, ik wou zeggen, zijn we nou flawless? Maar we zijn niet meer flawless, we zijn al dood gegaan. Yo. We switchen gelijk over naar de volgende sniper. Er staat er eentje... Hey, wacht, staat er weer eentje hier, oh. Oh, nice, man. Die kerel had een shotgun, die had me zo kunnen hebben. Nou, sniper is van dichtbij natuurlijk ook een shotgun. En daar heb ik ook veel geluk mee gehad. Want, die sniper... Die krijgt zoveel hitmarks mee. En dit vind ik altijd raar. Dat is echt een Call of Duty kwaal. Of in ieder geval een Call of Duty Black Ops 2 kwaal. Als je schiet met een RPG en wordt op dat moment afgeschoten, dan verdwijnt je RPG gewoon in het niets. Er is maar nog nooit iemand die mij heeft kunnen vertellen waar die RPG blijft. En ineens zie ik dat dat ding in de fik staat. Oh, heb ik geluk. Maar er is niemand die me ooit heeft kunnen vertellen waar die RPG's blijven. Maar ze verdwijnen gewoon. En ja, dan mag je het dan mee doen. Nee, shit. Ik wou knife, dat kon niet meer. Ik kan ook niet schieten, want je hebt natuurlijk maar één knife. En even wachten. Oh shit, nee, ga weg, ik wil weg, hier, weg. Ik haat mijn knife dingen, maar echt, ik werd ingesloten, ik zat in mijn spawn vast, ik kon nergens heen rennen. Ik haat het ding zo erg. Hier, fuck ja, 20 om 4, nou, het is gewoon lekker average score eigenlijk voor Gun Game. In ieder geval, ik hoop in ieder geval toch dat jullie het leuk vinden, dit upload ik niet heel veel. En als ik het upload, krijgt het meestal toch best wel veel views, dus mensen vinden het wel geinig om dit zo nu en dan te zien. En ik heb het volgens mij in de vorige episode erover gehad dat ik misschien een soort van Gun Game serie en dan bij Sticks and Stone proberen punten te halen. Maar er zijn zo weinig mensen die Gun Game spelen of andere party games dan eigenlijk Sticks and Stone en andere dingen. Waardoor je eigenlijk bijna nooit lobby's kan vinden, dus ik denk niet echt dat dat een goed idee is. Maar in ieder geval, ik hoop ook dat jullie deze video leuk zullen vinden. Als jullie dat vonden, laat eens een like achter. Abonneer voor meer en tot de volgende keer weer. Houdoe.